Ja, de tactiek van het Nederlands elftal, vrienden. Ja, daar zijn we nu al, weet ik veel, hoe lang met z'n allen over bezig. Maar ja, wat is de tactiek waard eigenlijk? Hè? Want je hoort nooit iemand van als je beste speler gewoon geblesseerd uitvalt. Daar houdt de tactiek natuurlijk geen rekening mee. Een strafschop, wat denk je daarvan? Tegen. En wat denk je van een rode kaart? Ja. En wat denk je ervan als de vijand gewoon besluit om hem van 30 meter keihard in de kruising te knallen? En dan? Wat stelt tactiek dan voor? Nee, niks, daar heb je er niks aan. Echt niet. En iedere trainer weet dat. Maar goed, intussen kan je wel leuk allemaal, weet je wel, druk met looplijnen. En met lekker met inzakken. En lekker druk zetten. En verzin het allemaal maar. Ja, en ik moet daar soms toch wel een beetje om lachen. Maar aan de andere kant, tactiek geeft natuurlijk toch ook wel een beetje houvast natuurlijk. Hè? Dat je gewoon weet waar je aan te houden hebt. Nou, en spelers hebben dat houvast natuurlijk wel nodig. En dan hebben we natuurlijk constant die cijfers die nu maar rondgaan. Want daar kun je allemaal niet uit kiezen. Want heb je 4-3-3, dan heb je 4-4-2, dan heb je 5-3-2, dan heb je nog eens een keer 3-5-2. En dan komt Louis nu met de variant van 3-4-1-2. Oké, ja, we moeten er helemaal goed bij nadenken tegenwoordig. Want ja, al die cijfers, het lijkt wel een postcode, zo'n beetje. Het lijkt wel een postcode loterij. En dat is het ook aan het worden natuurlijk. Want je moet natuurlijk maar mazzel hebben dat die prijs op jouw cijfers vallen. Ja, net als bij de postcode loterij. Want ja, je kan het allemaal wel verzinnen. Maar het moet ook nog eens een keer werken. En daarbij moet je ook niet vergeten, beste vrienden, dat Messi dan in zijn goede dagen, welke tactiek was dat dan? Het Messi die besloot gewoon 3-4 man voorbij te gaan. En 1, 2, 3. En dan hup, en dan schoot hij hem gewoon binnen. Punt. Welke tactiek is dat dan? Ik bedoel, als jij hier staat met de bal en jij denkt bij jezelf, hup, ik ga die voorbij en ik schiet hem binnen. Klaar. Maar goed, we zitten nu even midden in onze 3-4-1-2. Ja, goed nadenken erbij. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk een variant op 3-5-2 of 5-3-2. Gewoon naarmate hoe je op het veld staat. Zo zit het dan ongeveer in elkaar en dat is het. Alleen Louis heeft er eventjes een vrolijke draai aan gegeven. En is daar dus elke week en elke persconferentie is onze Louis daar druk mee. En met ons dat uit te leggen. He? Ja. En Louis wil ook graag horen eigenlijk van ons. Ja, we zijn er blij mee. Louis, we vinden het geweldig. Louis zit eigenlijk heel erg al de hele tijd een sollicitatiebrief te schrijven. Ja, van geef mij nou eens een schouderklopje. Nou Louis, daar komt ie. We doen het. We geven jou een schouderklop, want er heeft mij ook nog niemand geschreven wat normaal wel zou gebeuren. En die zouden dan mij zeggen, Harry, moet jij niet eens even wat gaan zeggen over Louis en zijn tactiek? Niemand. Dus dat wil mij zeggen, beste vrienden, dat jullie en ik, wij allemaal, wij geven Louis gewoon helemaal de voordeel van de twijfel. We nemen al zijn gekkigheid en al zijn ego en de hele bende nemen we gewoon op de koop toe. Wij weten, Louis is een vakman, dat weten we met z'n allen. Dus wij hebben er toch op de een of andere vreemde manier nu toch met z'n allen vertrouwen in. Dat is er nu aan het gebeuren, vrienden. En daarom kan ik gewoon nu zeggen, allemaal achter Van Gaal.